Zaalvoetbalvereniging Madereros CF uit Nijmegen speelt vrijdag een finale wedstrijd tegen de Groene Ster 2 uit Vlissingen voor promotie naar de Eerste Divisie. Volgens Ivo Schaap van Madereros CF betekent het dat de club binnen 4 jaar van niets ineens in de Eerste Divisie gaat spelen. Het team bestaat gewoon uit getalenteerde voetballers. In de zaal komt het aan op techniek, talent, maar ook op team. Deze jongens beschikken over meerdere van deze elementen die ik opnoem. Ja, en dan krijg je het voor elkaar om in het eerste jaar in de eerste klasse ongeslagen kampioen te worden. Afgelopen jaar middels de na-competitie te promoveren naar de topklasse. En nu aankomende vrijdag één finale wedstrijd om te promoveren richting de Eerste Divisie. Dus die eigenschappen maakt onze vereniging tot de Nijmeegse zaalvoetbalvereniging op dit moment. Ja, de voorbereiding zal niet veel anders zijn dan op andere wedstrijden. De enige voorbereiding die anders zal zijn is dat deze jongens veelal vanwege de cultuur op dit moment in de Ramadan zitten. En de wedstrijd spelen om 8:30. Dat is dus op een tijdstip waardoor er nog niet gegeten en gedronken mag worden. Wat wel mooi is, is dat onze supporters de kans krijgen om in een touringcar, in een bus, willen met zoveel mogelijk spelers, supporters, bestuurders, maar ook iedereen die ook maar mee wil reizen met ons, die finale wedstrijd kan bijwonen. En dat is natuurlijk wel iets anders dan andere wedstrijden die we normaal hier spelen of in een andere zaal. Ik zat het eerste jaar al bij Madereros. Voetbalde toen zelf in het eerste en wel op laag niveau. Tweede klas, als ik me niet vergis. Ook gewoon met vrienden. En de club die had natuurlijk ambities, die wilde hogerop. Mike Adema, dat is de voorzitter van Madereros, van onze club, die heeft mij benaderd. Of ik wat zaalvoetballers kende en toevallig mijn vriendengroep zijn allemaal zaalvoetballers, die hebben allemaal op niveau gevoetbald. Dus zo ben ik eigenlijk een beetje begonnen met mijn oprichten van een eerste elftal. Geheim wapen hebben we niet. Ik weet wel dat die jongens echt gretig zijn. Ze hebben één doel voor ogen en dat is gewoon winnen en promoveren. Want dat is eigenlijk ons doel, /droom. En ik weet dat die jongens er alles voor gaan doen.